We eten bijna allemaal elke dag vlees. Maar tegelijk zijn we enorm verdrietig als ons huisdier komt te overlijden. Hoe kan dat? En waarom eten we wel kip en koe, maar geen kat of hond? Ja, het zijn allebei bij dieren. Ik bedoel, in andere landen wordt het ook gewoon gedaan. Daar eten ze ook honden en katten, dus ik zie niet in waarom niet. Maar ik denk ook dat wij het niet eten omdat we een kat en een hond meer zien als een gezelschapsdier. Ja. Iets inderdaad wat lekker knuffelig is en op je schoot ligt. En als je er niet aan moet denken dat je daar een vork in prikt. En terwijl ze aan de andere kant denken dat een koe heilig en die dingen Dus het is wel veel door cultuur bepaald, dat denk ik wel. Maar ik denk, ja, honden en katten, die hebben toch een... Dat zijn gezelschapsdieren, daar hebben wij toch wel een... Echt, wij hebben toch wel waard aan op een andere manier dan koeien en kippen. En ja, dat heeft met cultuur te maken, denk ik. Ik heb nog nooit hond gehad en ja, ik wil het wel proberen. Bij ons zijn we het niet gewend om katten te eten, denk ik. Maar ik zou er zelf denk ik niet echt problemen mee hebben. Als het bij ons op het bord zou liggen, zou ik het ook denk ik gewoon eten. Dus ik denk ook wel, maar wel als ik het niet zou weten. Ja, het is hier niet gebruikelijk, maar ik zou het best proberen. Als het voor jou voorgeschoteld wordt, dan eet je dat wel. Ja. Ik denk dat het voor veel mensen anders is, omdat die toch een andere relatie met een hond en een kat hebben dan met een koe of een kip. Ja, kijk, misschien zou ik het ook wel proberen, dat weet ik allemaal nog niet, maar... Ik zou geen aap hoeven eten, bijvoorbeeld. Dat komt iets dichtbij bijvoorbeeld de mens. Of mensenvlees, dat gebeurt wel, maar... Ja, het is ook eigenlijk een dier als je erover nadenkt. Maar ik denk dat de grens voor de meeste mensen ligt tussen in huis en buiten het huis. Ik denk dat dat het grote verschil is tussen huisdieren en dieren die je over het algemeen toch eet. Het zijn allebei dieren die je kan eten en kan aaien. En dat is, ja... Dus ergens is die lijn heel, heel arbitrair getrokken. Je hebt dieren die geschapen zijn om te eten, vind ik. En ook die geschapen zijn om niet te eten. Snap je? Dus je kan niet alle dieren eten. Zo werkt het niet. Voor vleeseters is een broodje döner kebab of een stukje biefstuk een genot om te eten. Maar tegelijkertijd moeten er dieren voor worden geslacht. Wat is belangrijker? Een lekker broodje döner kebab of het lijden van dieren? Ik denk dat op zich dieren belangrijker moeten zijn dan je eetlust. Maar ik denk dat het toch vaak het omgekeerde het geval is. Omdat het voor de consument toch wel heel makkelijk is om een stukje vlees te halen. Ja, het is zo normaal om dieren te eten. En wat het is, je ziet gewoon een hamburgertje liggen. Maar je ziet niet iets van een koe liggen. Er zit geen vorm in. Dus het is gewoon het eten wat je koopt in de supermarkt. En omdat het ook geen vormen... Dat is net iets op het moment... Ik heb een keer een aflevering gezien waarbij een dier werd geslacht. En dan zit je wel te kijken van... Klinkt misschien heel primitief, maar daar hebben ze toch ooit een keten voor bedacht. En daar staan wij toch ook in. Ja, ik denk ook dieren eten elkaar ook. Dus waarom zouden wij daar niet mee deel mogen nemen, zeg maar? Als wij mensen dat recht niet zouden hebben, dan zouden sommige dieren dat ook niet hebben. Ik bedoel, het is de natuur dat leeuwen herten eten en dat wij mensen andere dieren eten. En ja, toevallig zijn wij mensen daar heel goed in. En ligt u wel s'nachts wakker van al die zielige diertjes? Zielige diertjes? Ik zou je wat vertellen, dat meen ik oprecht, hè? Mens is het allerbelangrijkste schepsel die er bestaat. In die hoeveelheid waar we nu zeg maar gebruik maken van de beesten, ik denk dat daar wel verandering in aangebracht kan worden. We eten zoveel vlees, het is gewoon eigenlijk volgens mij ook niet gezond. In landen als Afrika en zo, waar je sowieso weinig eten hebt, dan heb je niet de luxe om dat onderscheid te maken. Maar ik denk dat we hier in Europa zeker wel het ons kunnen veroorloven. Vlees, dat koop je in de supermarkt. Zelf een dier slachten, dat doet bijna niemand meer in het Westen. Zouden studenten vlees blijven eten als ze het dier zelf zouden moeten slachten? Ik zou het niet kunnen. Ik zou het ook niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Zeker niet. Dan neem ik wel een broodje gezond. Als je het voorgeschoteld krijgt, is het al dood. Dus dan heb je zoiets van, oké, als ik het niet haal bij de supermarkt, dan haalt iemand anders het wel. Maar als je het echt zelf moet gaan slachten en zelf... Nee. Dat zou ik ook niet gaan kunnen. We nou net iets te ver. Dan zou ik liever geen vlees eten dan dat ik zelf moest gaan slachten. Ja. Nee, maar leuk om een keer te doen, maar goed. Ja, ik vind wel dat je wel er bewust van moet zijn hoe dat...
hoe dat zou gaan. Dat je het echt zou moeten doen, dat is ver gezocht om mensen daartoe bijna te dwingen. Maar ik snap best dat mensen, ik denk dat je wel moet over nadenken van goh, hier heeft iemand dier voor moeten slachten. En ik zou zelf ook best wel een keer dat willen meemaken als in, wat hij zei, nou, leuk is dan niet het goede woord. Maar toch wel een ervaring en dat je wat meer besef hebt van het vlees dat je op je bord hebt en eet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een slager precies weet wat hij doet. En precies weet hoe hij een dier moet slachten om zo min mogelijk pijn natuurlijk bij het dier te veroorzaken. Dus ik denk niet dat dat een goed idee is. Als, Dus ik zou niet zomaar een kip of wat dan ook willen slachten. Want, nee, laat dat maar aan de slager. Ja, maar ik denk dat ik dan heel snel van het vlees af zou zijn. En ik denk dat er wel meer mensen dat, die gedachten zullen hebben. Maar op zich, ja, het zou misschien wel eens goed zijn als we allemaal eens een keer een dier zouden slachten. Want ik vind het zo hypocriet, zeg maar, dat mensen zeg maar, in de supermarkt kopen ze een pakje kipfilet. En dan zien ze niet dat het een kip is, want er zitten geen poten meer aan en weet ik wat allemaal. En, dat en dan vinden ze het heel lekker. En inderdaad, als het dan echt lijkt op een kip, dan denken ze zo van, oh, eeuw. En weet je, dan vinden ze het ineens heel zielig. En dat vind ik echt heel cool.